Goeiedag, dames en heren. Ja, ik ben weer bij mijn Jostie Bent pretpraatloket en ik heb een hele bijzondere gast vandaag. Daar ben ik. Hoi vrienden. Wat een leuke dag vandaag, hè? Oh, Marco, top dat je er bent, man. Ja. Hartstikke gaaf. Dat vind ik echt super. Ja, ik zag al heel veel filmpjes voorbij komen van jouw loket. En eigenlijk was ik een beetje nieuwsgierig geworden hoe dat er nou uitziet. Maar dat heb je leuk voor elkaar. Ja, en een heg, hè, van twee meter afstand. Dus, en lange slingers bij zelfs in de heg. Ja, precies. Oh. We kunnen rotten staan. Ja. Nou, wat gaaf dat je langskomt. Ja. En jij wil vast iets vertellen, denk ik. Ja, ik wil vooral mijn vrienden van de Jostie Bent natuurlijk, hè, ontzettend veel sterkte wensen in deze tijd. Want jij hebt heel veel contact met ze. Hoe is het met iedereen op dit moment? Ja, weet je, ze houden zich hartstikke goed, Marco. Ik ben ontzettend trots op ze. En ze zijn ook veel bezig met muziek. En we hebben nog wat dingetjes uitstaan dat ze mee kunnen spelen met een muziekstukje. En we hebben een Jostie begeleidingsband met mijn collega's. Gaan wij ook naar de cliënten toe. En we willen dat van de week weer doen, maar ze houden zich kranig, maar ze missen het wel. Ja, en ze mogen denk ik ook niet de mensen ontvangen nu, hè? Ze nee, mogen nee niemand geen bezoek. Nee. Afstand houden, ze mogen niet knuffelen met nee, ons. Nee, gek, nee, hè, nee, nee, heel raar, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, we zijn wel op deze afstand wel even bij elkaar, dus dat is wel heel erg leuk. Ja. En ik wil ze eigenlijk vertellen dat ik er vandaag ben, maar ik wil eigenlijk over de week nog een keer terugkomen, als dat mag. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Ik zorg wel weer dat het loket geopend is. Ja, maar dan... Ik wil ze een klein beetje, nou, even een beetje spannend maken. Dan kom ik met een verrassing terug. Tromgeroffel. Ik heb hier geen trommel. Oh, Marco, ik kan niet tegen. Ik kan niet zo lang wachten. Nee. Ik denk de kijkers ook niet. Nee, nou, kan ik je ga geen, ervoor geen... zorgen dat ik ze muzikaal ga verrassen. Maar hoe, wat en wanneer en wat, dat verklap ik niet. Maar ik beloof jullie volgende week terug te komen. Dat beloof ik wel. Top. En in die tussentijd zou ik ze eigenlijk een kleine tip willen meegeven. Want elke dag maak ik voor Philadelphia... Philadelphia doet voor mensen met een beperking ook heel veel. Ze maken elke dag om 7 uur een journaal om ons allemaal uit te leggen wat corona nou inhoudt. Hoe we de tijd kunnen doorbrengen. En ze hebben een eigen YouTube kanaal op Hallo Thuis. Zo heet dat. Dus je moet eigenlijk intikken philadelphia.nl/hallothuis. Lukt het niet? Vraag even een begeleider. Dan kunnen zij zorgen... Ik word nu al gebeld, hè. Zo live is het. Dat ze elke dag kunnen kijken naar het journaal. Maar het allerleukste is, na het journaal, na al die zware stof, kom ik ze opvrolijken met muziek. Dus elke dag zing ik voor jullie de leukste Marco de Hollander liedjes. Dus misschien een leuke tip om te kijken. Gaaf, zodat ik toch elke dag een beetje bij jullie ben. Ah, dat vind ik heel leuk dat je dat ook deelt. Want weet je, wij zijn natuurlijk van Ipsen de Brugge. Maar Philadelphia is onze collega-zorgorganisatie. En met elkaar moeten we deze klus klaren. Dus hoe meer aandacht, hoe beter eigenlijk. Top. Ja. Dus, en de volgende week kom ik terug. Dat beloof ik. Tot die tijd vermaak je. Vooral maak vooral muziek. Want dat is het allerleukste. Hè? Zingen kunnen we overal. De trommel slaan kunnen we ook overal. Ja. En eigenlijk moeten we zorgen dat we er met elkaar sterker uitkomen dan ooit. En dat we daarna weer zorgen dat we met elkaar kunnen optreden. Dat we feest kunnen maken. En dat we weer bij elkaar kunnen zijn. Dus voor jullie een dikke knuffel van Marco. Dankjewel Marco. Onwijs bedankt. En ik kan niet wachten tot volgende week. Tot volgende Dankjewel. Week. Dankjewel. Joe, hoi. Doei.